Heel Nederland kon eraan meedoen. De Berenmeesterchef Challenge. En vandaag is het zover. Onze drie gelukkige finalisten, Bas, Lynn en Esther, gaan hun gerecht bereiden voor wel een hele bijzondere jury. Er zit namelijk iemand tussen die we allemaal kennen. Wat je kan winnen? Naast de eeuwige roem komt zijn of haar gerecht op het wintermenu. Wie wordt de Meesterchef van 2019? Wat ga je maken voor ons? Ik ga een sinaasappel gember kippenpoot maken met een beetje pit. En waar komt die pit vandaan? Van een pepertje. Ben je zelf ook een beetje pittig aangelegd? Zeker wel. We gaan ook zeker voor de winst. Jij gaat een Iberico Secreto met een winterstintje voor ons maken. Dat klopt helemaal. Waarom? Iberico Secreto is eigenlijk mijn favoriete deel van het varken en het is iets wat niet vaak gebruikt wordt. Er zit veel smaak in en het is net even wat anders dan wat je doorgaans tegenkomt. Ik wil jou heel graag aan de slag zien. Veel succes! Dankjewel. De hertenbiefstuk op houtskoolgril. Ja. Die zie ik hier niet staan. Hoe ga je dat doen? Nee, we zijn hier nou binnen in de locatie en dan kan het niet, dus dan gaat het op de grillpan. Maar ja, bij de beren hebben ze natuurlijk daar top apparatuur. En een echt houtskoolgril voor de grote smaken. Daar heb ik hem ook op geoefend. De zenuwen lopen hier al een klein beetje op, dus we gaan snel beginnen. Finalisten, klaar? Chef, klaar? Ja, ik ben er klaar voor. Koken maar! Ruim een kwartiertje bezig. Ja. Ik vind het ook knap wat je hier in het pannetje hebt zitten. Maar ik zie hier ook een pepertje liggen. Nou, hij blijft pittig genoeg. Ik haal alleen de zaadjes en de lijstjes eruit, anders is die echt veel te pittig. Dus ik wil wel de pit hebben, maar ik wil niet die extreme hitte van de zaadjes en de lijstjes hebben, want dat maken het heet. Dit gebruik ik straks voor de garnering, maar ik gebruik de sinaasappel helemaal. Want stukjes van de schil rasp ik, die gaan straks op de kip. De stukjes bovenkant die je niet mooi kan gebruiken voor de garnering gebruiken om het sap uit te halen. Voor wat extra smaak aan de kippenpoot. Dus we doen hier niet aan verspilling. Zo is dat. Af en toe eventjes naar Bas lopen. Is dat om af te kijken of... Ja, eigenlijk gewoon om de ingrediënten te stelen. Nee, we delen de fles olijfolie samen. Oh, dat gaat heel goed. Sharing is caring. Ja, oké, okay, top. Hey, Esther, ik zie heel veel verschillende ingrediënten hier op het aardig staan. Ja. Dat moet wel een heel complex gerecht gaan worden. Nou, complex, wel veel handelingen. Veel dat handelingen, wel. Ja. En dan moet het bij elkaar natuurlijk, als het goed is, lekker zijn. Heb je alles onder controle? Ja, een beetje wel, denk ik. Lene, goedemiddag. Hey, ik zie een fantastische kip in de oven zitten, ruikt goed. De bolzui, wat gaan we daarmee doen vandaag? De bolzui snijden we in twee delen. Het onderste stukje gebruiken we om te bakken, want dat is rauw niet lekker. En van het bovenste deel van de bolzui kennen we natuurlijk wel bolzui-ringetjes zo erover. Maar ik ga er eigenlijk krullen van maken. Hey, ja, het gaat zeker goed. Ik ben nu met mijn Iberico bezig. En ik zit nog een beetje te kijken of ik hem vooraf ga kruiden of dat ik hem achteraf ga kruiden. Want ik ben bang dat als ik hem vooraf kruid, dat de kruiden mee verbranden. Dus misschien doe ik eerst de peper vooraf en achteraf de kruidenrub. Ja hoor, de laatste minuut is aangebroken jongens. Ik word er zelf een beetje zenuwachtig van. Ik hoop dat jullie het nog onder controle hebben. Maar nog één minuut. En dan moet je alles neerleggen. En gaan we door naar het eindresultaat met de jury. Special guest, Herman. Dag, welkom. Meisje.
Ik heb gemaakt gegrilde Iberico Secreto met frietjes van pastinaak en wortel. En een appelcomput met een mandarijn, fruit, sambal, chutney en een royal umami dipje. Vind je dit wel grappig? Ja, absoluut. Die pastinaak. En dat? Dat is de royal umami. Zo, dat is een heel erg royal umami. Die is heftig. Ja. Ja. Zou dit passen bij jullie? Ja, in de basis absoluut. Zo, Lien, zijn dit je porties die je thuis ook eet? Oh, wel lekker vol. Eigenlijk één kippenpoot, maar dan kan je niet teleurstellen, dus twee kippenpoten. Dit is een sinaasappel gember kippenpoot met een beetje pit. Zo serveer je hem ook thuis? Ja, zo ook ik thuis. Ja, waarom niet? Ja, smaak zit inderdaad voornamelijk aan de buitenkant. De buitenkant absoluut lekker op smaak, de binnenkant had iets verder gemoeid. Ik vind het wel een redelijk, ik denk niet dat ik die garing doorkrijg bij heel veel klanten, maar ik vind hem wel, is misschien wat ruim, maar de rest valt mee. Over tanden gaat is dat wel, denk ik, in de roos. Ja. Toch? Ik wil gelijk kijken naar die bitterballen. Ja, ik wil grappig. Die het vind ik nog netjes wel. Buiten die spek is wel een beetje een leuk vegetarisch ding. Zijn wel smaak dan ook. Ook niet verwacht. Ja. Zou je dat ook met dit garnituur doen? Ja, is dit een gerechtje wat ook absoluut bij ons past. Ik mag de prijs gaan uitreiken. Ik wil een kleine korte reactie nog even. Ja, goed. Verrassend. 3 uit 1 lopende gerechten. Alle 3 passend bij de formule. De keuze was ook echt heel erg moeilijk om te maken. Ja, uiteindelijk heb ik wel de winnaar kunnen kiezen. Ja. Ik pak de check erbij. De berenmeesterchef is geworden. De hertenbiefstuk van Esther. Gefeliciteerd.